keer per jaar organiseert de Frieslandbank in haar hoofdkantoor in Leeuwarden een kunstexpositie Kunst onder de koepel. De Frieslandbank steunt de kunst met een kunstmanagementproject, waarin onder meer kunstwerken worden aangekocht. De nieuwe aankopen van 2008 vormen samen de expositie die in de komende tijd in de centrale hal onder de koepel van de Frieslandbank te zien is. Kunst onder de koepel, waarom doet de Frieslandbank dat? Wij vinden dat je als bank ook iets mag betekenen voor de samenleving. Dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar noem het maar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan mag je ook wat terugdoen. En wat we terugdoen is natuurlijk kunstenaars in Friesland een platform bieden om bijvoorbeeld te exposeren. Maar tegelijkertijd kunst waarvan wij vinden dat die belangrijk is dat die in Friesland blijft, ook behouden voor Friesland. U koopt het dus ook aan als bank? Dat klopt. We hebben zeg maar, in de formule Kunst onder de koepel hebben wij 4 exposities per jaar. 3 exposities van een kunstenaar en uit elke expositie kopen we ook een paar werken. Daarnaast kopen we ook nog werk. En alles wat we in een jaar zo'n beetje verzamelen, dat tonen wij in de 4e expositie, de aanwinsten expositie die op dit moment achter u is. Wat doet u met die aanwinsten? We stellen het in ieder geval beschikbaar voor het publiek om ervan te genieten bij dit soort exposities. En verder gaan ze ons kantoor net in. En dan gebruiken we ze voor de aankleding van spreekkamers, vergaderruimtes, daar waar ook de cliënten komen van de Frieslandbank. Hoe belangrijk is dit voor de kunstenaars? Kunstenaars vinden dat erg belangrijk in de zin van er zijn natuurlijk kunstenaars die misschien nog niet toe zijn aan grote landelijke exposities en waar wij dan op een regionale schaal al wel een platform bieden om te exposeren. En daarnaast zijn er ook gevestigde namen die het heel prettig vinden om in de regio ook eens een keer te exposeren. Het lijkt me voor u als directeur een geweldige klus, hè? Het is heel leuk en ik laat mij daarbij adviseren door een conservator die verstand heeft van kunst. Dus in die zin doe ik het er een beetje bij. Maar het is wel een van de leukere dingen die ik mag doen bij Frieslandbank. Je krijgt daardoor natuurlijk ook verstand van kunst. Ik weet wel wat ik mooi vind, maar dat is denk ik toch weer anders dan verstand hebben van kunst. Die mensen die hier nu vandaag komen, die komen bij de opening, maar het blijft hier hangen, neem ik aan. Ja, dit blijft hier nu 3 maanden hangen en de expositie is voor iedereen elke vrijdag te bezichtigen. Dus elke vrijdag kan iedereen, ook al bent u geen klant van Frieslandbank, kunnen hier toch op het hoofdkantoor komen en deze expositie bewonderen.